Gaat er beginnen? F2, de jonkies toch?
Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Wanneer? Eén ding doen. Je mag dingen niet vergeten. Er is iemand... Wat ben je dan als je 50 wordt? Als vrouw. Sarah. Shaki is 50 geworden. En ik kan niet zingen. Maar kijk, daar komt hij al. Dat is lekker hoor. Hé, hey, er stonden er net vier. Ineens. Kom jongens, we gaan snel schieten. Romano, je mist een paar tanden. Hè? Ja, we gaan door. We moeten tempo maken, kippertje wil weer zitten. Komt u maar. In de hoek. Zo. Tempo maken. Zo, kom maar. Oh, ja. Ja, dan dacht je maar. Ja, dan dacht je maar. Ai, zo, nou gaat hij ervoor. Nou gaat hij ervoor. Ai, ja, ja, lekker hoor. Dat is vijf. Jammer, joh. 60%. Applausje voor de... Meneer Van Rijswijk, wilt u nog bij? Alsjeblieft. Ongelukkig. Maar goed, ik zit hier in ieder geval met de man die twee keer heeft gescoord voor de thuisploeg. En als u het verslag heeft gehoord van mij, dan weet u dat dat Rowendy Schoop is, de nieuwe spits van RKVV. Rowendy, goedendag. Jij hebt je werk gedaan. Ja, dat klopt. Twee keer gescoord, maar jammer van de verliespartij. Ja, over 90 minuten, bij de rust eigenlijk al gespeeld. 3-1 achter, met 10 man. Ja, nou, we beginnen eigenlijk goed aan de wedstrijd. Komen we goed uit de kleedkamer, 1-0 voor. Dan hou je de druk, dan krijg je scores uit een goed genomen vrije trap de 1-1. En dan zijn we even niet bij de les en krijgen we de 2-1 onder. Wat een beetje slap wordt verdedigd daar. En dan kom je op met 10 man te staan en dan krijg je de 3-1 onder. En dan is het rust, ja. Dan weet je net al dat het een moeilijk verhaal gaat worden in de tweede helft. Maar ja, we komen goed uit de tweede helft, maken snel de 3-2. Aansluiting van mij, dan krijg je weer de 4-2 door en dan weet je ja, dat het een beetje afgelopen is. Ja, je zegt dat heel kort, de samenvatting over 90 minuten. Maar die verdediging, die zag er vandaag niet al te best uit. Nou ja, het was inderdaad niet zo scherp achterin. Het moet beter, er wordt zeker aan gewerkt. Dus ik neem aan dat we volgende week wel worden 3 punten gedragen. Ja, want vorige keer heb ik trainer Bas Steffens aan de lijn gehad. En die zegt, we moeten vlug op naar die 36 punten. Maar zo spelend lijkt me dat niet al te makkelijk. Nou ja, we zijn pas 5 wedstrijden onderweg. Ik denk dat er nog veel genoeg punten valt te halen. We zijn goed bezig op de training. Dus die 3 punten die zitten er wel aan te komen. Ja, je zegt het al. Volgende week moeten jullie naar Goes. Volgens mij een tegendaatje er wel. Als je het al kan praten in de 6e competitiewedstrijd. Nou ja, wat ik net al zeg, er is nog genoeg punten te halen. Maar wij weten in ieder geval dat we volgende week zeker punten moeten pakken tegen Goes. En dat gaat ook gebeuren. 3 thuiswedstrijden, 0 punten. Thuissyndroom? Nou ja, dat kan je wel zeggen. Maar ja, vandaag zag het in ieder geval wat beter uit dan de vorige 2 thuiswedstrijden. En ja, we doen ons hartstikke ons best. Alleen zit ook even niet mee. Maar zit er zeker wel aan te komen. Dus als ik jou hoor, Wendy, volgende week gewoon 3 punten. Komen jullie mee terug vanuit Goes? Ja, zeker. Dat beloof ik.
Oké. Okay. Hey, bedankt. Ondanks die 4-2 nederlaag, veel succes met RKVV. Dank u wel. Wendy, bedankt. Hij vraagt applaus voor Jasper van Son. Ja, jongens, dit is Jasper, sorry. Keeper in de? FE. Kijk eens uit, heb je gisteren gedaan? 2-2. 2-2, dat heb je niet. Ja. Ja, kijk eens uit. Nou. Hey, en wie is jouw favoriet? Mike. Mike, ik hoop het. Ja. Of voel je dat ik deed? Sorry, Mike. Ja. Ah, goed, maar dat was de beste. Ik dacht Jasper. Toch? Iedereen heeft zijn best gedaan. En wie is jouw favoriet? Ajax. En wie is je favoriete keeper dan bij Ajax? Sillissen. En waar vind jij hem zo goed uit? Ik ben net zo als jij. Ja, want hij heet ook Jasper. Jasper, je hebt ons vandaag geen. Vond je het wel leuk vandaag? Ja. Ja? Wat vond je echt heel erg gaaf om mee te doen? Ja, Jim, ik vond vandaag, niet alleen, maar de anderen ook, hè, de commissie die er altijd bekijkt, je speelde een goede wedstrijd, inzetstrijd, ging niet altijd goed, maar heel veel goede dingen. Ga je met een links back gespeeld, opofferen voor het elftal en gewoon strijd blijven leveren. Je start er vandaag echt gewoon vanuit, dus ook terecht gewoon man of the match. En misschien dat jij dat die opzicht kan zeggen. Ja, ik hoor net dat je een hele leuke dag hebt, man. Anders dan wij achteraf natuurlijk, dat hele Facebook uit. En misschien moeten we jou maar gaan aantrekken als we dit moeten maken. Voor jou zit het goed. Ja, zeker. We hebben wat dingetjes gemaakt. Ja, het programma boekje. Ga je rustig even doorlezen. Mooie koorkonde. Van de leek. Is het nu? De diep is bijna klaar, dus ik heb de volgende keer dat ik het echt is. Het is te laat. Ik ga voetballen, ik ga gewoon eens de kant met de keerkamer. Aan de hand heb je het nou. Even mijn fotootje maken. Staat hij erop? Staat erop. Ik zou zeggen, neem nog een drankje, maak er een gezellige middag van.